Hoe kan er nu zoveel geluid uit zoiets kleins komen? Ja, goeie vraag, Joachim. Laten we het eens even aan de professor vragen van audiotechnologie Toon van Waterschoot. Ah, oké, maar eerst even de noodstroom aansluiten. Dag professor. Dag Sophie John. Wat is de wetenschap achter de luidsprekerbeker? Wel, er zijn daar verschillende effecten die tegelijkertijd optreden. Eerst en vooral gaat, door je smartphone in een beker te stoppen, gaat al het geluid in dezelfde richting gestuurd worden. Normaal, als je met je smartphone naar muziek luistert, dan gaat het geluid uit de luidspreker eigenlijk alle kanten op. Maar als je die smartphone in een beker of in een glas stopt, dan gaat het geluid dat naar onder en naar de zijkanten gaat, gaat dat gereflecteerd worden door de bodem en de wanden van die beker. En het gevolg is dat dat na een aantal reflecties allemaal in één richting wordt gestuurd, uit de beker. En dat zorgt ervoor dat in die richting het geluid sterker gaat klinken ten koste van een zwakker geluid in andere richtingen. Een tweede effect dat optreedt is dat er resonanties tevoorschijn gaan komen. En die resonanties die ontstaan op twee manieren. Enerzijds gaan er in de beker staande golven optreden. Dat wil zeggen, dat zijn geluidsgolven die stilstaan in de beker in plaats van eruit te komen. Dat is precies hetzelfde effect dat je krijgt in de klankkast van een gitaar of een piano. En die staande golven gaan ervoor zorgen dat lage frequenties meer benadrukt worden dan hoge frequenties. Net alsof je op je stereo-installatie de basknop opendraait en de trebleknop dichtdraait. En dan een tweede soort resonantie die iets minder uitgesproken is, is dat de beker zelf ook gaat meetrillen. Dus het materiaal van de beker begint mee te trillen en produceert eigenlijk zelf ook geluid. En dat gebeurt opnieuw voornamelijk bij lage frequenties, minder bij hoge frequenties. Dus het netto-effect is dat we meer lage tonen gaan horen en minder hoge. En dat is precies het soort van egalisatie-effect dat je moet krijgen om een kleine luidspreker, zoals die van een smartphone, om die beter te laten klinken. En professor, wat vind je van onze do-it-yourself luidsprekerbeker? Wel, ze ziet er mooi uit, maar jullie hadden het nog iets slimmer kunnen aanpakken door met een ander materiaal te werken. Plastic gaat namelijk het geluid niet zo sterk reflecteren, maar andere materialen zoals glas of porselein doen dat nog veel meer. En op die manier zou het effect dat je krijgt nog veel sterker kunnen worden. Dus de volgende keer kan je dat misschien uitproberen. Oké, dankjewel voor de tips, professor. Graag gedaan. En voor meer lifehacks, check kuileuven.be/lifehacks.